Deze nieuwsuitzending die gaat over Immanuel Kant. Dit wordt een playlist en die zal ik noemen Filosofie. Jullie weten inmiddels, hoop ik, of je bent een nieuwkomer, als je een nieuwkomer bent, ik lees mijn Bijbel vanaf mijn 12e jaar. 13e. En ik was gelijk overtuigd. Je hoefde mij niet te vertellen dat dat wat daar stond waar zou kunnen zijn. Ik wilde alleen maar dat het zo zou zijn en dat ik daaraan mee zou werken. Kan je het je voorstellen? Een jongen tegen zijn puberteit aan, die de Bijbel lief heeft. Voordat ik ging slapen, was het eerst Bijbel lezen. Het magische boek, waarin altijd wat stond wat ik niet verwacht had. Mijn dochter, als ik naar Star Trek keek met haar, dan had ze op een gegeven moment in de gaten. Dat was alleen maar de opening geweest. Kijk Star Trek maar even na. Maar het begint altijd met een scène. En daarna krijg je Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. To explore new worlds and new civilizations. And to boldly go where no one has gone before. Nou, dan was dat intro voorbij. Dan zei Nina, ik weet nu al hoe het zit. Die neger, die treft geen blaam, want die kan niks fout gedaan hebben. Maar die man met die haren uit zijn oren, weet ik veel. Weet zo'n vent? Ja. Weet dat ras ook alweer, dat alleen maar handelt. Een soort... misschien bedoelen ze daar de Joden mee of zo? Ferengi. Ja, die Ferengi heeft het gedaan. Maar bij de Bijbel heb je dat niet. Bij de Bijbel weet je eigenlijk niet wat de volgende zin gaat worden. En je weet al helemaal niet waar het op slaat. Daar kom je later wel achter. De Bijbel is onze erfenis. Dit even ter intro naar Immanuel Kant. We gaan hem even... dit is geen screencast. Hey, maar dat maakt niet zoveel uit. Immanuel Kant, die is geboren ergens in de 18e eeuw. En die was op de hoogte van dat werk van Isaac Newton. En dat respecteerde hij. Dat deed hij niet moeilijk over. Immanuel Kant die zat in Königsberg. En dat ligt, er zijn er twee trouwens. En die ene ligt in wat we momenteel Letland noemen, denk ik. Of is dat Rusland? Maar dat ligt meer rechts naar boven. En je hebt ook een Königsbergen of Königsbergen. En dat ligt ten zuidoosten van Berlijn. Ik denk dat hij daar zat. Als docent. Hij was daar leraar logica en metafysica. In die dagen van Immanuel Kant was er een behoorlijk schisma. Op het continent, Europa, daar was de continentale filosofie. Dat is makkelijk te onthouden. Op het continent was de continentale filosofie. En in Engeland, de eilanden, daar had je de Angelsaksische filosofie. En die twee waren onverenigbaar. De continentale filosofie. Filosofen moet je dan zeggen, de continentale filosofen, daar vallen onder René Descartes,
En er was een hugenoot, die kwam dus uit Frankrijk. En zijn familie was dus calvinistisch. En die was gevlucht en die zat hier in Nederland in de Achterhoek. Je had Spinoza. Ja, die man. De differentiaalrekening. Hoe heet die man ook weer? Die had connecties met aristocratie en zo. En hij heeft zoiets geschreven over de monadenleer. Van ja, er is een. Deze wereld, dat is wat je kan waarnemen. En in de wereld waar je dat niet kan waarnemen, daar leven de monaden. Leibniz, zei die man. Dat betekent niet dat hij slecht was of zo. Dat ze modale gebeuren. Maar het was niet te verenigen met de Angelsaksische filosofie. Die zei, al dat geouwe hoer over gene zijde en hoe dat in elkaar zit. In feite theosofie. Theos betekent God. En sofie betekent kennis of wijsheid. Of wijsheid en kennis. Ik ben heel erg wijsheid als het gaat om God. Ja, die Angelsaksen die hadden daar een broodje dood aan. En die zei van, ja, er is een waarneming. En daar kan je het over hebben. Saillant detail. En saillant, dat schrijf je S-A-I-L-L-A-N-T. Saillant. Misschien moet je zeggen zoutelijk detail. Is dat bij, er zijn van de Angelsaksische filosofie drie grote namen. Dat is Locke. L-O-C-K-E. Dat zijn beroemde werk over het sociale contract. Dat zou iedereen toch echt ook moeten lezen, hoor. Locke was eigenlijk een moraalfilosoof. Net als Confucius, die oude Chinees. Die gezegd had, wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet, alsjeblieft. En Locke wist dat dus ook. John Locke. En hij riep de heersers van die tijd op. Om zich moreel te gedragen. Want je kan wel als je één keer de baas bent. Denken van. Nu ben ik de baas. En ik ga net als de toekomstige zoons van Saddam Hussein. Ga ik gewoon lekker al die wijfjes neuken. Zoals in Genesis 6 staat. Want de goden die zagen de schoonheid van de vrouwen der mensen. En daar maakten ze gewoon hele grote reuzen van, hoor. En John Locke zei. Dan verneuk je het volk. En dan kost je jezelf de kop. Er is een social contract. En daar heb je je aan te houden. En anders gaat de boel gewoon voorbij. Wat dacht je daarvan? En die andere, dat was Berkeley. En dat was een bisschop. Dat was een katholiek. Die was van de antichrist. Zijn bedrijf, in ieder geval. Misschien hij niet, misschien dat hij gewoon misleid was. Misled, op zijn Engels. Kan. Ken die man verder niet. Maar hij was een bisschop. Die deed ook lekker mee. Ja, het is alleen maar de ervaring. Het is wat je ziet, en dat tel je op, en dat trek je af, en dat is het. Geen bespiegelingen over God. Oké. En de derde, die was David Hume. En dat spel je Hendrik, dus David gewoon zoals je het zegt, David. Dus. David Hume. H, dus Hendrik, Utrecht, Maria, Eduard. H-U-M-E. Nou, David Hume, die ging zo ver, dat hij zei, van, dat is puur humoristisch in feite hoor. Als de ene biljartbal tegen de andere biljartbal aanbotst. In die tijd werd er gebiljart, snoeker of zo.
En mensen allemaal bespiegelingen van ja, je moet precies zo mikken. En dan geef je een beetje rechtsbovenaan effect. En dan hoppakee. En dan gaat die ene bal gaan naar links en die andere bal gaat naar rechts. En dat is altijd zo. Dat komt door een onderliggende waarheid. Een waarheid die je niet kan zien, maar die je wel kan ervaren door te biljarten. Of te snoekeren of te poelen. Nou, David Hume zei, nee, natuurlijk niet. Want David Hume, dat was een empirist. Die was van het tegenovergestelde. En David Hume zei, want kijk, het is gewoon zo, dat die biljartbal die dan aanbotst tegen die andere biljartbal, die heeft de gewoonte, de habit, om precies onder 36 graden te gaan. Ja, morgen heeft die biljartbal daar misschien wel geen zin in. En dan doet hij het niet. Ja, toen dacht Immanuel Kant, nou is het genoeg geweest. Wat een geouwe hoer. Want je kan geen kennis hebben van God. Dat is een grote grap. Natuurlijk kan je een studie maken van de werkelijkheid, van de schepping. Je kan de schepping bestuderen. Maar dat wat de schepping heeft veroorzaakt, en je zou bijna kunnen zeggen, het woord van God, dat God tot spreken kwam, maakte dat wij waren, plotseling boem. Ja, je kan geen kennis hebben van God. Je kan de Bijbel lezen. Dat is de optelsom van wat alle mensen hebben gedacht over. Zo zit het in elkaar. En dan komen dingen naar boven. Als je de Bijbel goed leest. Daarin wordt gewoon gezegd. Do not be an upnose. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worden. Denk je dat je hier op aarde een beetje kan lopen oordelen en dat je dan aan het einde van de rit kan zeggen van nou, ik heb die op de brandstapel gestapeld gedaan en die heb ik laten ophangen, ik ben de grote schoonmaker geweest. Oh ja joh. Ja, mijn tante vond ik een vies woord, dat zeg je nu niet. En dat heb ik wel duidelijk gemaakt in de familie hoor. Dus mij treft geen blaam. Ik ben omringd geweest met zoveel stupido's. Nou, ik ben geniaal en krijg zo dadelijk een tosti met ketchup als ik boven kom. En dan niet van die vieze curry, maar wel goede ketchup. Dus dat werkt niet zo. Je hebt geen kennis van God. Dat wist Immanuel Kant. Het is nu bijna 5:30. Ik weet niet hoe lang ik bezig ben. Oh, dat kan ik hier mooi zien. Nu wel. Mooi zo. Leer ik het steeds beter. Dus ik ben om 5:10 begonnen. En ik ga toch minimaal door tot 6:10. Als ik het red. Want er is het een en ander te vertellen aan jullie. Dat je twee wegen kan bewandelen. Je gaat of respect hebben voor je voorvaderen, die met ik weet niet hoeveel mensen, dat loopt in de honderden, zo niet, nou, nee, dat loopt in de tienduizenden. Tienduizenden schrijvers. Ja. Een lekker klein boek, ja, je hoeft alleen maar het Nieuwe Testament te doen, eigenlijk, in eerste instantie. Begin daar maar mee. Hoeveel pagina's zijn dat nou, stel je niet zo aan, man. Maar heel veel mensen doen dat niet. Als ze zeggen, ja, die Bijbel, en dan moet je naar de kerk. Nou, je hoeft helemaal niet naar de kerk van de Bijbel. Het hele woord kerk, daar staat er volgens mij niet eens in. Het zevende gebod is, zij gult per zondag 3 keer ter kerke gaan en al uw nageslacht meenemen vanaf dat het baby's zijn. Dat staat daar niet in. Als in de Bijbel, dan moet iedere dag na het eten worden voorgelezen door de paterfamilias.
de vader van het gezin. Dat staat niet in de Bijbel. Houd toch op. Een King James Bijbel, ik heb het opgezocht. In een vorige uitzending heb ik het ook netjes laten zien. Dat kost je €10,99 plus verzendkosten. Nou, dan moet je wel kopen in over de plas. Misschien in Engeland, dat ze daar een distributiecentrum hebben. Misschien dat ik er 1000 zou moeten kopen. En dan kan je ze gewoon afkomen halen hier in Arnhem. En dan betaal je geen verzendkosten. En als jij de Bijbel krijgt van mij, dan loop ik nog even met je mee richting het station. En dan koop ik nog een glaasje sarsaparilla sap voor jou. Sarsaparilla sap heet dat. Hier in Nederland noemen we dat rode wijn. Dan ben je het snelste thuis. Echt hoor. Maar als je dat niet wil, dan luister je maar naar mij. Dan krijg je lekker logica-onderwijs. Kan je andere mensen mee in de kroeg de loef afsteken. Dat jij kan zeggen, ik weet hoe dat verhaal van Immanuel Kant in elkaar zit. Want je had in die tijd, die misschien wel over het paard getilde, veel te rijke, wauwelaars over het goddelijke. En je had die mensen daar in Engeland en in Ierland. En Barclay, die zat in Schotland volgens mij. En die doen ons heel ingewikkeld. Maar dat is wel logisch onderbouwd. Nou, Immanuel Kant, die ergerde zich kapot aan dat schisma. En hij snapte dat dat niet kan. Je kan niet binnen het mensdom twee stromingen hebben van hoe het zit. Dat kan toch helemaal niet? Dus hij moest dat verenigen, vond hij. En het is hem gelukt. Het is echt geweldig. En dat bewijs, dat is zo elegant. Heerlijk gewoon. Ik zal het jullie uitleggen. Immanuel Kant zegt, als het gaat over taal. Want daar ging het hem om. Het ging om taal. Immanuel Kant was een schrijver. En taal, daarin kan je zeggen, Piet ging naar de keuken en Marie naar het toilet. Of je draait het om. Dus in taal kan je eigenlijk van alles zeggen. Toch is duidelijke taal onderworpen aan regels. Het is een leuk stukje zongtekst van Boudewijn de Groot. Dat is een Nederlandse artiest. Voor de rest geen beat aan. Een soort Raymond van het groene woud van Nederland. Wel leuk. Kan je de meisjes mee aan het dansen krijgen, misschien. Zulke uitingen van tekst. Oh ja, Boudewijn de Grote, zo'n mooie was, want die had hij zelf geschreven. Of was dat zijn tekstschrijver? De tekst luidde dan, ik loop de trap omhoog naar beneden. Of misschien zei hij wel, ik loop de trap omlaag naar omhoog. Misschien zei hij dat wel. Dat is uitermate onduidelijke taal. Want die klopt syntactisch wel. Je kan ook zeggen, de syntax is correct. De volgorde van de woordjes klopt. Het is correct Nederlands. Ik loop de trap omhoog naar beneden. Nee, ik loop de trap op naar beneden. Zo zei hij dat. Ik loop de trap op naar beneden. Of ik loop de trap af omhoog. Het is allebei even onzinnig. Hè? Nou, dat soort zinnen
daar hield Immanuel Kant zich niet mee bezig. Het ging hem om zinnen die syntactisch, dus in de syntax, in de volgorde van de woordjes, met de d en de dt en de ik zegde of ik zei. Dat eerste is niet goed en ik zei is wel goed. Dat moet syntactisch kloppen. En de semantiek, dat is de betekenis van de woorden, die moet ook kloppen. Dus ik loop de trap op omlaag. Of nee, ik loop de trap op naar beneden. Die syntax is correct, maar de semantiek klopt niet. Dat is gek taalgebruik. En Immanuel Kant, die had natuurlijk mazzel. Hij had geen vrouw en wel een hondje, volgens mij. En hij had een huishouder. Een man. Net als Olie B. Bommel had hij een soort Joost. Als je niet weet wie Olie B. Bommel is, dat moet je even opzoeken. En lees vooral een paar boeken van hem en je lacht je helemaal kapot. Echt leuk voor het slapen gaan. Een hele mooie tekening erbij. En Immanuel Kant maar nadenken. Die kwam met het begrip analyticiteit. Oftewel de tautologie. En een analytische zin. En een analytische zin, dat is. De analyticiteit is de verzameling van alle analytische zinnen. Zinnen die waar zijn, zonder dat je dat hoeft te controleren. Bijvoorbeeld iemand zegt, ik heb een lat van 3 meter, ik heb een lat van 4 meter en ik heb een lat van 5 meter. Die spijker ik aan elkaar tot een driehoek. En dan is de hoek tussen de lat van 3 meter en de lat van 4 meter, die is 90 graden. Nou, als jij denkt dat je zo iemand in twijfel kan rijden, dat je denkt, nou, dat geloof ik niet. Ik ga nu de houthandel bellen en ik wil ook een lat van 3 meter en een lat van 4 meter en een lat van 5 meter en ik heb hier nog een rechte hoek en ik ga het controleren. Ja, dan ben je dus echt laat jezelf uitbenen en beland als een frikandel bij de hier de beroemde snackbar, wiens naam ik gewoon met opzet wel noem. Dat is de Haphoek. Je vindt hem wel. Dus vlak bij, je hebt het gebouw waar vroeger de V&D zat. En dan moet je even naar rechts lopen en dan heb je de Haphoek. Daar kan je als frikandel gaan liggen. De stelling van Pythagoras, die ga je niet controleren. Het enige wat je nodig hebt is een paar minuten en een stukje papier. En niemand die je lastig valt. Nee, ik ben de stelling van Pythagoras het bewijs aan het leren. Hou op, ga weg. Je hebt niemand nodig, je hoeft geen experiment te doen. De stelling van Pythagoras is gewoon weg waar. Net zo goed als dat 1 plus 1, dat is 2. Helemaal niet moeilijk. 2 plus 3 is 5. En een gezeik van wat je dan hoort in George Orwell zijn 1984 dinges boek. William Blair heette die fan trouwens. Hij heeft nog meer boeken geschreven hoor. Hij heeft ook geschreven Down and Out in Paris and London. En Keep the Espadrille Flying. Dat waren twee boeken. Niet Down and Out in Paris and London. En Keep the... Nee, dat zijn twee boeken. Down and Out in Paris and London. En die andere is Keep the Espadrille Flying. Die laatste heb ik niet gelezen. 1984, die roman wel. En Down and Out in Paris and London ook. Daarin komt een frase voor dat vrijheid is dat je mag zeggen dat 2 plus 3 5 is.
En die vrijheid wordt de hoofdpersoon, heet toch Winston, ontnomen. Hij werd nog meer gemarteld. Lees het boek maar, het is echt verschrikkelijk. Ik zou het boek niet lezen. Echt een naar boek. Niet te doen. En dat is flauw. Want wat William Blair dan bij stilstaat, is dat als iemand met een pen opschrijft een 2, dat ziet eruit als een zwaantje, en dan maak je een plusje, dat ziet eruit als een rozenkruis, een kruis, maar dan zonder cirkel eromheen, en dan een 3, maar dat is ook zo'n beetje friemeltje, en dan 2 liggende streepjes boven elkaar, ja, wat betekent dat eigenlijk? En dan een 5 erachter. Oh. Nou, misschien is dat wel 6. Want hoezo is die plus een plus? Is dat misschien een keer? Je syntax, daar moet je het over eens zijn. Dus je moet echt afspreken met de mensen. 1 plus 1 is 2. 1 plus 2 is 3. 1 plus 4 is 5. Dat is het axioma. En binnen dat axioma kan je correct praten. Als je met een groep bezig bent en je moet een huis gaan bouwen, en dan maak je allemaal van die tekeningen. Maar de een die leest de tekening van rechts naar links, en de ander leest de tekening van links naar rechts. Dus de ene die kijkt naar de onderkant, die kijkt vanuit de onderkant naar het gebouw. En die ander die kijkt vanuit de bovenkant naar het gebouw. Dan gaan we lekker samen bouwen. En we zijn het er allebei over eens dat het toilet, dat moet links komen. Ja, alleen links is voor degene die het gebouw vanuit de onderkant beziet. Die zegt, ja, links is daar. Terwijl degene die het gebouw vanuit de bovenkant beziet, die zegt, ja, links is daar. We zijn twee verschillende plekken. Als je je syntaxis goed vastlegt, en bij de wiskunde is dat heel goed gedaan. Ja, dat zijn alle dingen die daaruit volgen. Want als 1 plus 1 2 is, ja, dan is wat is het weer? 3 kwadraat plus 4 kwadraat, dat is gelijk aan 5 kwadraat. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Ja, zo is dat. Dat volgt uit het feit dat 1 plus 1 2 is en de rest. Dus voor Kant is alle wiskunde analytisch. Oftewel tautologisch, oftewel voor zichzelf sprekend. Je hoeft wiskunde niet te gaan controleren. De stelling van Pythagoras, die kan je niet weerleggen. En de wet van Einstein, ja, ook niet. Als je gaat de wet van Einstein controleren, de drunken sailor walk. En je constateert dat je een afwijking hebt van weet ik veel, 1% ten opzichte van de wet van Einstein. Ja, dan was jouw zeeman niet dronken genoeg. Had hij nog steeds een beeld van waar hij naartoe wilde? Ja, ik ben zo dronken als wat, maar er is een vrouw en die wacht op mij. Ja, die man die weet toch thuis te komen. Maar een echte dronken zeeman, dit is de wet van Einstein trouwens. Hè? Drunken sailor walk. Ja, die geldt. Die heb ik zelf begrepen. Ik heb hem gebruikt voor mijn doctoraalscriptie. En natuurlijk gekeken of die wel klopte. Ja, hij klopt. Ja, die kon ik gebruiken. Wiskunde hoef je niet te controleren. Alle andere dingen ook niet. Als iemand tegen jou zegt, zaken zijn zaken. Ja, hoe ga je dat controleren? Even over nadenken. Ik kan ook tegen jou zeggen, ieder mens is anders. Dan zeg jij, nee, want ik ken een 2-eiige, 1-eiige vierling of zo. En die zijn allemaal hetzelfde. Nee, die zijn niet allemaal hetzelfde. Dat is gewoon niet waar. Mijn oma, Hillegonda. Die had een 1-eiige zus, dus een 1-eiige tweeling, zo waren ze geboren. Ik vond het gewoon schrikken als ze binnenkwam.
Want mijn oma die droeg helemaal geen make-up. Echt nul. Die at geen pillen. Later hoorde ik nog dat ze posthum, dus toen ze pleiter was, dat haar nachtkastje, het bed waarin geslapen had met mijn opa. En ik ook, want ik mocht tussen die twee inslapen. Nee, ik mocht aan de kant van mijn oma slapen. Maar dat nachtkastje, dat bij haar dood zat het helemaal vol met allemaal pillen. En haar oudste zus, dus mijn tante, die zei toen toch tegen mij van, zie je wel, zij was pilverslaafd. En ik zei, nee. Want hoe kan het anders dat al die pillen na haar heen gaan, nog in het kastje liggen? Kreeg ze wel van de overheid. Ze had geen pillen. Wat ze leuk vond was borduren. Dingetjes met touwtjes. En ze kon heel lekker koken. En de melk die stond overdag gewoon op het aanrecht. Die ging 's nachts in de koelkast. Overdag stond die op het aanrecht. Flessen met cola in de schaduw. En ik kreeg van haar tomaten met suiker. Vond ik lekker hoor, zo'n stuk tomaat. Als het was een warme zomerdag. Nou, een halve tomaat. En huppakee, suiker eroverheen. Nou, tomaatje opeten. En hup, doorspelen met je vriendjes. Zij had geen pillen. Had geen make-up. Ze had platte schoenen. En als we naar buiten gingen, ik wilde veel vaker daar zijn, maar zij zei van nee, je hoort hier niet, want je hebt een moeder. En dan ga je maar naartoe. Dus dan werd ik de deur uitgejaagd. Maar als ik daar was om te logeren of naar school of zo, en we gingen naar buiten naar de groenteman, daar wilde ik natuurlijk mee. Altijd een hoofddoekje om. En als we dan weer thuis kwamen, dan ging haar regenjas, zo'n dunne jas, een nette jas, tot op haar enkels of iets over de knie. En die ging dan uit. En dan zag ik weer de bloemetjesjurk van mijn oma. Ze had altijd kousen aan. En, ja. Ja, misschien wel een hakje, maar een klein hakje, En mijn tante Jopie. En haar zus Jopie. Zo ken ik haar, tante Jopie. Dan was ik wat ouder en toen zag ik tante Jopie voor het eerst. Haar eeneiige zus. Ik sloeg stijl achterover. Die was helemaal ondergekladderd. Zwaar opgemaakt. Allemaal parfum. Nou, dat had ik bij mijn oma niet hoor. Toen ze ouder werd, kon ik echt ruiken van, nou, jij wordt ouder. En dat is een eeneiige tweeling. Ja, hoe hetzelfde kan je zijn? En ga maar eens twee mensen vinden die precies hetzelfde zijn. Die bestaan niet. Dat zijn analytische zinnen. Het zijn zinnen die zijn zonder meer waar. Dus even samenvattend, alles wat de wiskunde dicteert, met uitzondering van dingen als de stelling van Fermat, die dan zogenaamd, waarvan beweerd wordt dat die bewezen is, dat bewijs is denk ik niet correct. De stelling wel. Dat is allemaal tautologisch. En dus niet interessant. Je kan je toch niet voorstellen dat je bent op de bruiloft van je zwager met zijn nieuwe vrouw. En jij gaat vertellen van, hey, A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Ja, dan zegt je zwager, die zegt van, ja, kom op man.
gesodemieten gehad met je zus. En dat is allemaal goed. Ik betaal alimentatie, niet zeuren. Geen ruzie maken. Maar je zus heb ik gewoon even alleen gelaten. En jij bent nu op mijn bruiloft van mijn nieuwe vrouw. En we houden het gezellig vanavond. Ja. Niet gaan lopen zeuren over wiskunde. Terwijl ik nog maar moet zien hoe ik die alimentatie voor jouw zus, die gefornikeerd heeft met Joop de Melkman. Nog op moet gaan hoesten. Interessante zinnen. Dat zijn synthetische zinnen. En voor de luisteraars die bij synthese gelijk gaan denken. Oh nee, het gaat over Wilhelm Georg Hegel. Ja, niet in paniek raken, dit is voor Hegel. Synthetische zinnen. Dat zijn zinnen die maken een verband tussen twee dingen. Bijvoorbeeld het verband tussen jouw moeder en de keuken. Iemand vraagt aan jou, is jouw moeder in de keuken? En jij zegt, mijn moeder is in de keuken. Dan maak je een connectie tussen jouw moeder en de keuken. Dat kan. Ik ben ook wel eens in de keuken. Ik ben geen moeder, maar ik ben wel eens in de keuken. Jouw kind, bijvoorbeeld, je hebt een kind. Oh, je hebt een buurman. Connectie tussen jouw buurman en het begrip zwembad. En dan kan je zeggen, mijn buurman is in het zwembad. Dat is een synthetische zin. En die is alleen maar waar als het echt zo is. Wiskunde niet. Want wiskunde, ja, dat kan je 10.000 keer controleren. Maar de stelling van Pythagoras, die heeft mijn dochter binnen 10 minuten geverifieerd. Dat is helemaal niet zo moeilijk, want het is analytisch. Ik laat even een stilte vallen. De analytische zinnen, die zijn van tevoren al waar. Die kunnen niet gecontroleerd worden. Synthetische zinnen, die zijn alleen maar waar als het geconstateerd is. Want iemand kan wel zeggen, ja, het toilet is dicht, want Gerard heeft diarree en daarom gaat hij niet open. Ja. Totdat we natuurlijk een schroevendraaier pakken en het wc-slot openmaken. En dan blijkt dat Gerard helemaal niet, ja, misschien wel diarree gehad, maar hij ligt gewoon te herstellen van een hartaanval. En daarom kwam hij niet terug naar het wodkafeest. Dus dat jij dacht, het duurt zo lang omdat oom Gerard, of wie het ook maar was, zo lang op het toilet bleef vanwege... Oh, hij zit gewoon op zijn iPad, denk ik hoor. Hij zit gewoon op zijn iPad. Ja. En dan vinden we de iPad, die vinden we in zijn rugzak. En zijn rugzak die hangt aan de kapstok. En de kapstok is niet in het toilet. Ja, en dan gaan we ons allemaal zorgen maken. Dat zijn synthetische zinnen. En die moeten gecontroleerd worden. Even samenvattend dus. Je hebt zinnen die hoef je niet te controleren. Je hebt zinnen die dien je te controleren. Altijd ergens in je achterhoofd. Ook met mijn beste vrienden die tegen mij kunnen zeggen, jawel, de Canon kabels, de XLR kabels, we moeten naar een optreden toe. De XLR kabels, die heb ik daarin gestopt. Mooie Romeinse uitspraak van zo'n keizer, zo'n Caesar. Vertrouwen is goed, maar controleren is beter. Ja, dan komt, ik heb nu geïntroduceerd, twee begrippen. Analytische zinnen en synthetische zinnen. Analytische zinnen, die zijn a priori waar. Het is gewoon zo. Dat kost je niks. Kost je een stukje papier en een pen.
En dan weet je dat het zo is. Zaken zijn zaken. Ieder mens is anders. Dat is allemaal analytisch. Dat is a priori waar. Als iemand tegen mij zegt zaken zijn zaken, dan kan hij wat mij betreft een klap voor zijn bek krijgen. Het zijn regelrechte beledigingen. Waarom ga je mij informeren over een analytische waarheid? En tegen zo'n persoon moet zeggen, oh inderdaad zeg, wat ben jij een profeet? Zaken zijn zaken. Maar weet jij er nog meer? Ik ben hongerig naar kennis. En dan gaat zo iemand zeggen, oh, als je er bent, nou, naaktslakken zijn naaktslakken. En ik sla stijl achterover in de tuin en ik val bijna op een naaktslak die op weg was naar zijn snackbar. Ik heb je er nog meer? Ja, ooievaars zijn ooievaars. Maar je hebt synthetische zinnen en die zijn wel informatief. Dus analytische zinnen hoef je alleen maar te begrijpen. Des te meer analytische zinnen die jij begrijpt, want ieder mens is anders. Dat mag je vrij snel in de gaten hebben. Zaken zijn zaken, stoeptegels zijn stoeptegels, kinderfietsjes zijn kinderfietsjes. Borstvoeding is borstvoeding. Kalknagels zijn kalknagels. Allemaal tautologieën. Die zijn van tevoren waar. En de synthetische zinnen, daar gaat het om. Nou, de synthetische zinnen, die zijn alleen maar waar als ze echt waar zijn. Ik kan wel zeggen dat ome Jan zit op het toilet. Is dat echt zo? Of is hij er gewoon van doorgegaan? Want dat heb je ook wel eens hoor. Nou, die zijn a posteriori waar. A post, dat betekent naderhand. A posteriori. Dus je hebt a priori. Dat kan je controleren met een stukje papier en een pen. Of in je hoofd. Aquataatbekeraad even nadenken hoor. Oh ja, natuurlijk. Ja, nee, natuurlijk is aquataatbekeraad zekerdraad. Dan zie je dat in je hoofd. Dan heb je verstand. Dat is mooi. Maar die synthetische zinnen, daar gaat het om. En dan komt hij met een geweldige conclusie. En daarvoor gebruikt hij het fenomeen wat bij de theosofen bekend staat als de wet van karma. Theosofie, dat is de... Niet dat ik dat aan wil prijzen, daar gaat het me helemaal niet om. Maar ik heb hier de geheime leer van Helena Petrovna Blavatsky staan. En ik heb ook nog occulte verhalen van, ik weet niet meer, van een ander. Het zijn allebei best aardige boeken. Behalve dat de geheime leer, dat is niet, nou, het is wel aardig. En ze waren niet duur. De wet van karma. De wet van oorzaak en gevolg. Karma zegt dat. De wet van karma dicteert onder andere. Staat even los van predestinatie of zo. Maar er is, als er iets gebeurt, is er altijd iets aan vooraf gegaan. Dat lijkt een analytische waarheid, vind je niet? Als er iets gebeurt, dan is daar iets aan vooraf gegaan. Oh, je komt op een dag thuis en je kind die gaat nog spelen bij een vriendinnetje. Dus dat is makkelijk, dan heb je even tijd om boodschappen te gaan doen. En je hebt al een idee over het. Gaat het macaroni worden of gaan we toch voor de gebakken aardappelen met spersiebonen? En een soepje erbij.
champignonsoepje misschien. En dan kom je thuis en dan staat er een paard in je gang. Ik herinner nu, ik reminisceer nu aan zo'n carnavalshit van die homo. Waarvan gezegd wordt dat hij 14-jarige jongetjes heeft gedaan. Illegaal is dat in Nederland. Hij heet André van Duin. En misschien is het niet waar hoor, dat hij nog nooit een 14-jarig jongetje heeft gedaan. Maar het is wel waar dat het van hem gezegd wordt. Ook door mensen die in de entertainment industrie hebben gewerkt. Om de lege kratten bieren. Op zo'n karretje, met zo'n ding. En dan rijden met die lege kratten bier. Of je moet de lampen inhangen voor de show. En wat zei je nou ook alweer? Ik kan er zo aan denken, ik vind het zo gek hè, hier in Nederland, dat je, de wet zegt gewoon, je mag niet iemand uitnodigen tot prostitutie, tenzij die persoon 18 jaar is. En hij komt er dan mee weg. Het was een leuke grap die hij maakte. Hij schiet me zo dadelijk nog wel te binnen. Oorzaak en gevolg, daar hadden we het over. Nou, dat ieder ding wat er gebeurt een oorzaak heeft, dat staat voor ons als een paal boven water. Dus jij komt thuis en dan wordt een paard in de gang van André van Duin. Dus er staat een paard in je gang. Er staat een paard in de gang. Oh ho, een paard. Ja, ik ken het hè. Dan ga jij je toch afvragen waar dat paard vandaan komt. Of is dat een substantiële manifestatie van de goddelijkheid? Ja, af en toe kom je thuis en dan staat er een paard in mijn gang. En de volgende keer kom ik thuis en dan ligt er gewoon een ratelslang. Helemaal opgekruld. En een muizenkooi. En dan weet ik al dat ik tegen zo'n muis moet zeggen. Muisje, wil je een eindje wandelen langs de slang? En dan laat ik die muisjes zo los. En dan de volgende dag is die slang weer weg en die muizenkooi is weg. Dat kan niet. De wet van oorzaak en gevolg is analytisch. Of, ja, want dan komt die. Want als die analytisch is, dan moet er een taalkundige verbinding zijn tussen het begrip oorzaak en het begrip gevolg. En dat is er niet. Want waarom zo dubbel O, R, Z, dubbel A, Karel? Taalkundig iets te maken hebben met Gerard, Eduard, Victor, Otto, Leo, Gerard. Gevolg. Waarom? Waar blijkt dat uit de taal? Ja, helemaal nergens uit. Dat zit niet in de taal. Dus elke oorzaak een gevolg heeft. En vice versa. Elk gevolg heeft een oorzaak. Op een of andere manier. Die moet dus a priori zijn. En dat houdt dus in synthetisch a priori. En dan denk je, ja, wat een gewauwel. Nou, dan moet je de rest eens even horen. Want meneer Immanuel Kant, die was, zo is het mij geleerd, want ik ben bij de Jezuïeten, de katholieken op de universiteit, zelf betaald. Hè? Ik heb zelf gewerkt voor dat collegegeld. Ik heb zelf betaald voor mijn benzine.
Ik heb zelf betaald voor de leasevergoeding of whatever van mijn vervoersmiddel. En daarna buskaarten. Om er maar te zwijgen over al die tijd die dat mij gekost heeft. Ik ben daar geweest en leerde dus van Immanuel Kant. Immanuel Kant had ook zo'n situatie. Ik had toen geld en kon dus bij wijze van spreken in mijn vrije tijd op mijn dinsdagmiddag, echt belachelijk. Als mensen erachter komen, wat voor een lapswans ik ben geweest. Oei, oei, oei. Komen ze achter me aan met stokken en stenen. Nee, hé, was een grapje. Kom op. Immanuel Kant, die gaf les op de Universiteit van Königsberg. En hij was daar logica, metafysica. Maar ook gaf hij vrije tijdscolleges. En dan hield hij het over Italië. Dat werd dus mij verteld in Nijmegen, bij de Katholieke Universiteit. Hij was nog nooit in Italië geweest. Hij wist precies hoe Italië... Hij wist over Italië te vertellen op een dusdanige manier dat er heel veel mensen in zijn klas zaten. Dat is opgetekend. Ik ben met deze uitzending over filosofie aan het terugdalen. Ik ben begonnen met Martin Heidegger. Ik maak er een playlist van. Begin met Martin Heidegger. Of je doet het juist andersom. Maakt niet uit. Kant zijn logica, die is fenomenaal. Hij is de eerste geweest die het begrip metalogica heeft gedefinieerd. En de mensen heeft gevraagd om uit te stijgen boven de logica. Dat hoofdwerk, dat hoef je van mij niet te lezen, want dat is niet te doen. Het hoofdwerk heet De Kritiek der reinen Vernunft. Ik zou het niet doen. Dat kost je 6 maanden. Zo. En dan geen tv kijken. Geen seks. Geen barbecue. Iedere ochtend om 6 uur op. En dan weer die pagina lezen die je gelezen had voordat je ging slapen. En dan naar je werk. En dan 's avonds weer lezen. Kost je 6 maanden van je leven. Ja, dat wil ik je niet aandoen. Maar lees de Prolegomena. En bij de 2e editie van de Kritiek der Reine Vernunft heeft hij een voorwoord erbij opgetekend. En dat mag je toch wel begrijpen. Met wat hij bedoelt. Nou, toen kwam een hele leuke. Wat Kant dus heeft gedaan met zijn taalstudie. Van kijk, je hebt analytische zinnen, je hebt synthetische zinnen. En je hebt, in principe zijn dus de analytische zinnen a priori. En de synthetische zinnen zijn a posteriori. En je hebt synthetisch a posteriori. A priori. Zoals de wet van oorzaak en gevolg. En daarmee heeft hij het schisma opgelost. Tussen de continentale jongens, die de hele tijd riepen van God is dit en God is dat. En wij zijn allemaal goden. En gewoon de harde werkelijkheid. Toen Kant dus concludeerde voor zichzelf... Oh, nou even terug voor de prolegomena. Kant heeft ongelooflijk veel kritiek gekregen op zijn eerste editie. En niemand begreep het. En op de meesten begrepen het gewoon voor geen donder. En wel schrijven en boeken laten publiceren. Wat een moeilijk boek zeg.
Maar toen heeft hij dus bij de na de tweede, hij heeft de tweede editie uitgebracht met het voorwoord. Dat voorwoord is prima te lezen. Dus het voorwoord bij de tweede editie van de Kritiek der Reine Vernunft kan je zo krijgen in het Nederlands, Engels, lees het maar. Daar legt hij het netjes in aan. Wat metafysica is. En daarin heb je die mooie, echt ontzettend humoristisch, hè? Dat hij dus zegt, metafysica moet gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Op wetenschap. Metafysica als wetenschap. In ieder geval empirisch bewezen. Maar toen heeft hij die tweede editie uitgebracht. En daarna is hij doorgedenderd. Iedereen viel over hem heen. Echt de hele goede gemeente. En toen kwam hij met, hij was nog steeds professor. En in zijn vrije tijd, of daar kreeg hij misschien een vergoedingtje voor. Dan gaf hij college over Venetië of Sicilië. Het maakt niet uit. Door Kant las een paar boeken. En ik denk, oké, ik snap het al. Daar is het dus zo. En van hem is verteld dat hij nooit meer dan 16 Engelse mijlen. De vraag is of dat landmijlen zijn of zeemijlen. Die Engelsen zijn niet zo nauwkeurig. Hè? De 16 keer 1,6, dat is 200 kilometer. 16 keer 16 is 196. 13 keer 13 is 169. 220 kilometer. En dan kan hij met zijn. Echt, dat is ontzettend goed. In de Bijbel. Daarin staat heel netjes opgeschreven. Dat er een. Puntje is. In de Bijbel wordt hij genoemd God. Of Heere, Heere. Of Lord, Lord. Zo. Die is buiten de schepping. Er was een schepper. Dat is de oorzaak van de schepping. Terug naar die wet van karma. Dus synthetisch a priori. Er is een oorzaak van de schepping. Dus wij kunnen niet anders denken. Het punt waar Immanuel Kant bij stilstaat. En wat ook in de Bijbel staat. Je kan kennis hebben van de schepping. Maar niet van de schepper. Je kan op zoek gaan naar de schepper. Door te zoeken naar Christus Jezus. Die werkt wel. Dat is een paracetamol. Een paracetamol is een pijnstiller. En die werkt wel. Maar Immanuel Kant had daar verder geen behoefte aan. Die is geboren met een gouden lepel in zijn mond. Net als Arthur Schopenhauer. Net als Friedrich Nietzsche. En Martin Heidegger heeft dat ook niet zo slecht gehad. Om er maar te zwijgen over. Weet je, die vent ook weer. Zeuren. Van je moet niet zeuren. Die Deen. Kierkegaard. Ook zo'n aristocraat. Kant had nergens over te zeuren. Nou, in de Bijbel staat dus dat we kunnen kennis hebben van de schepping, maar niet van de schepper. Dat staat gewoon in de Bijbel. God staat buiten de schepping. Hij heeft zijn zoon gestuurd. Dat betekent dat God van ons verlangt dat wij net zo zijn als hij. Scheppers. Shepherds, mag je ook zeggen. Schaapherders. Zorgers. Leeuwendoders. Zoals David. Je doodt een leeuw gewoon, maar wat je hebt.
slinger en een marble heet het dan, een steentje. Een beetje rond steentje, niet zo'n steentje wat zijn eigen weg gaat lopen vliegen. Want dan mik je die leeuw niet tussen zijn ogen. En daar moet je die leeuw hebben en dan gaat hij wel liggen. En dan blijft hij gewoon met zijn poten, zij, want die leeuwtjes die sturen de vrouwtjes. Dat zouden wij ook moeten leren trouwens, maar ja, dat kennen we kennelijk niet. Die man gewoon als toezichthouder en die vrouwtjes aan het werk doen. Die katholieke kerk, waarvan Immanuel Kant niet wist dat dat de antichrist was. Zoals ik samen met Jurk Liesman in die tijd op bezoek was gegaan bij Immanuel Kant. We hadden dat echt gedaan. We waren gewoon naar hem toe gegaan met een in die dagen gangbare Renault Clio. En hem de Koning James Bijbel gegeven. Want die was er al in die tijd. En Immanuel Kant was alleen maar overweldigd door het katholicisme. De Dertigjarige Oorlog tegen Duitsland, die was van 1611 tot en met 1641. Dus dat was... Kant is overleden begin 18e eeuw, dus die zal... 1740, laten we zeggen, dus 100 jaar na de eerste 30-jarige oorlog tegen Duitsland. Was hij daar een genius? Een genius, zoals ze in het Nederlands zeggen. En hij ging dus nadenken over God. Of beter gezegd, over theodicees. Het bewijs dat God bestaat. Nou, dat kan dus niet volgens de Bijbel. Als je de Bijbel gewoon leest, dan weet je dat God geen onderdeel uitmaakt van deze existentie. Van deze existence. Je kan zeggen, wij zijn de haren van God. Denk aan Rembrandt. Die heeft een nachtwacht geschilderd. En wij staan daar. En dat is om naar elkaar te kijken. Van, ja man. En wij zijn allemaal Rembrandt. Zo. En Rembrandt is ook onder ons. Nee. God heeft ons gemaakt. Die heeft onze vrije wil gegeven. Die heeft een boek achtergelaten. Een soort handleiding voor het leven. En kijk, zo moet je doen, steltje klojo's. Dacht je dat het voor mij makkelijk was? Ik heb alles gemaakt uit niets. En ik heb jullie geschapen naar mijn evenbeeld. Dat staat in de Bijbel. Kennis van God, ja, je leest je Bijbel maar. Maar goed, daar was Immanuel Kant niet mee bezig. Die was zich niet bewust van het probleem. Dat maakt niet uit. Het gaat om wat hij zegt. Nou, en hij heeft dus over het fenomeen godsbewijzen. Want in zijn tijd waren er heel veel godsbewijzen. Theodocus uit Australië zegt het volgende. Aangezien het feit dat er minimaal 7 engelen passen op een speldenpunt van een naald, moet God bestaan. Nou, Immanuel Kant heeft niet alleen die theodicee, godsbewijs, theodicee, in de prullenmand gegooid. Hij heeft een essay geschreven, een opstel, en daarin heeft hij iedere mogelijke theodicee naar de prullenmand verworpen. Danken wij hem daarvoor? Of willen wij alleen maar een patatje in een frietkot in België?
zijn we ons bestaan niet waardig, omdat we onze voorvaderen niet willen erkennen. En Immanuel Kant, dat was er een. Hij bleef met zijn tengels van de wijven af. Oké, het was een aristocraat. Hij werd helemaal funded bij de... whatever. Ze waren misschien wel protestants in Koningsberg. Daar mag Jurk Liesman mee over informeren. Die weet er veel meer van. En die kregen dus met dat essay ongelooflijk aan de stok. Met de katholieke kerk. En er werd gedreigd met excommunicatie of zo. Want als je nou je bek niet houdt, dan zorgen wij ervoor dat je hetzelfde voer kan eten als die hond van jou. Hondenvoer. En Immanuel Kant, die slimmerik, die heeft gewoon gezegd van oké, I've gone too far. I'm sorry. En die heeft tegen al zijn studenten verteld, bij deze verbied ik het jullie om te spreken over mijn essay, mijn opstel, over de godsbewijzen. Daar gaan we het niet meer over hebben. Hebben jullie dat goed begrepen? Want anders word ik afgevoerd. En dan zit ik in een FEMA-kamp. Of ergens onder in de Tower of London. In elk geval, ik kan jullie dan niet meer vertellen over hoe mooi Italië is. Ik ben niet zo'n reiziger, maar als je toch ergens naartoe wil gaan, ga naar Italië. Maar al zijn studenten die zeiden van oké, it's a deal. Nou, en dat essay over de Theodicees, dat heb ik gelezen. Kant was een slimmerik. Die snapte wel van dat nummer van de Righteous Brothers. Zal ik het even voorzingen? Time goes slowly. My darling, but time can mean so much. Alone, till you be mine. Als Immanuel Kant is echt mijn held. Ik heb altijd moeten vechten, moeten knokken, bijna moeten schelden. Ik heb klappen op mijn bek moeten krijgen, omdat ik mensen niet duidelijk kon maken dat wat in de Bijbel staat gewoon waar is. En al die mensen zeggen tegen mij, ja, maar de Bijbel, dat is gewoon twee kaften en een rugdingetje en een woordje erop van B-I-B-E-L. En allemaal blaadjes ertussen met letters. Ik zeg gewoon tegen jullie, wat in de Bijbel staat is waar. Het is onze erfenis. Het is het enige wat we hebben. En die rare katholieken, die mijn held, mijn Herman Brood, dat is ook mijn held, hè? Herman Brood is een Nederlandse artiest. En die heeft zelfmoord, die heeft vrijtood. Er had vrijtoodmacht. Op zijn Nederlands klinkt die zin kut. Los van het feit dat ik het niet leuk vind dat het gebeurd is. Ja. Snikt. Herman Brood is mijn held. Hij heeft cd's achtergelaten. Dope sucks, doe 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 doe. Dope sucks, doe 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 doe. Dope sucks, man. Arme Herman.
En Immanuel Kant, dat is mijn held op het gebied van logica en metafysica. Dus, ik begrijp dat. Ik begrijp ook waarom uit... Nu ga ik even het verhaaltje overnieuw doen. Maar vanuit Immanuel Kant, met zijn analyticiteit. Want we kunnen het wel hebben over taal. Maar die moet wel kloppen. En geen boelcrap lullen. A.U.B. Want anders wordt het niks. En dat Immanuel Kant in zijn beschouwing uitkomt bij dingen die dus al toen in de Bijbel stonden. Moet je Immanuel Kant kwalijk nemen dat hij de koning Jacobus Bijbel van 1611 niet gelezen had? Waarom? Dat was ook maar een man. En dan komt dus het echt prachtig verhaal. Ik was bij de katholieken. En dan kregen wij analyticiteit. College analyticiteit. Alleen maar dat. Alleen maar analyticiteit. En toen was er pauze. We hadden 2 keer 3 kwartieren. Les. Dan mocht je daar nog roken. En ik weet niet of die leraar rookte trouwens. Ik ben er een keer bij hem thuis geweest. En hij zei tegen mij, van ja, analyticiteit. Allemaal kinderen om ons heen. Hè? Hij was net zo oud als ik. En de rest, die was 18, 19. En stond ik met hem koffie te drinken in dat kwartiertje pauze. Ook voor hem is dat pauze, niet alleen voor mij, maar ook voor hem. Hè? En samen koffie drinken en ik gewoon lekker smoken. En toen verklapte hij mij van ja, ik praat wel over de analyticiteit van Kant. Maar het is ook het enige wat ik eraan goed vind. Hij woonde daar in het noorden van Nijmegen, daar tegen de Waal aan. Het is een prachtig stukje. Heel heuvelachtig. Het lijkt fucking Duitsland wel. En ik vroeg aan hem, van, wat zit erachter? Nou, zei hij, de rest van Kant, met die ethiek van hem, dat is om te braken. Helemaal niks waard. En ik zo, oh ja? Oh. Nou, ik heb bij hem een voldoende gehaald. Dat ging allemaal goed. En toen kreeg ik dus college ethiek. En dan moest ik de kritiek der oertaalskracht van Kant aanschaffen. En dat was Duits. En dan ook nog in het gotische schrift. Ja, dan word je echt helemaal... Ben je zo dankbaar dat je zo'n boek krijgt in een stad zoals Arnhem. Waar de koffieshops, waar ze er helemaal geen... Ja, verkopen ze ook koffie. Dat moet dan denk ik wel. Daar krijg je echt behoefte aan. Dat gotische schrift, dat is helemaal niks. Abonneer. En toen wat erin stond, ja. Kant is niet uit zijn ethiek gekomen. Wel uit zijn analyticiteit. Waarin hij dus zegt dat als er iets is wat je dat ding aan zichzelf noemt. Das noemde hij God. Dan gelden er de volgende analytische regels. Keihard. De logische onderbouwing van de Bijbel. En er is maar één God. Er is maar één. Zoals de Arabieren, die rare katholieken. Want ik vind ze echt heel raar. Gewoon niet grappig.
Albert van, André van Duin. Albert van Duin. Hoe kom ik daar nu weer mee? Maar André van Duin, die was ook raar. Dat vind ik nog steeds raar. Toen ik 10 was, toen ja, ik vond het zo raar. Ik moest er zo om lachen. Maar katholieken zijn raar. En niet om te lachen. Ze zijn de antichrist. En dat weten die mensen niet. De mensen die achter die katholieken aanlopen, die weten niet dat die katholieken op het laatste moment gaan ze naar links en jij loopt door en dan, hé, gek zeg, dit is het einde van, oh, ravijn, ah, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Weet je dat het verhaal van die lemmingen, dat het helemaal niet biologisch geconstateerd is? Lemmingen zijn volgers. Je hoeft maar eentje te hebben die je voor de gek houdt en de rest loopt erachteraan. Maar lemmingen lopen niet van klippen af. Wij wel. Immanuel Kant wist dat. Immanuel Kant wist zich heel bewust van, ja maar hola. Hij had bewezen dat God niet bestaat. Dat laat ik beter zeggen. De frase God bestaat. Van God is schepping. Dat is fout. God is geen schepping. God is de oorzaak van de schepping. Van Rembrandt is nachtwacht. Nee. Rembrandt. Tezamen met alles, want hij is ook betaald, die Rembrandt. Maak maar een hele grote. Maar wie is de oorzaak van de nachtwacht? Is dat die poen van die officieren? Of is dat de kunst van meneer Rembrandt? Maar Rembrandt is niet het schilderij. En die officieren zijn ook dat schilderij niet. Ga maar kijken naar de nachtwacht. Het zijn twee verschillende dingen. Die bestaan niet in elkaar. Het ene staat buiten het andere. Want in Genesis 1 staat: in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Kijk, als ik het uit mijn hoofd kan leren, kunnen jullie dat ook. En dan nu even nadenken. Als je denkt, oh Perry, wat ingewikkeld. Nou, dan verdoem ik je nu. Ga op zoek naar ayahuasca. Of neem een klisma. En spoel je darmen schoon. Doe een citroenkuur. Ga 4 weken lang alleen maar iets doen. Tuchtig jezelf. Ik weet niet of het in de Bijbel staat, maar ga daarmee akkoord. Ik heb het gehoord dat Christus Jezus dat gezegd heeft. Dat hij gezegd heeft: til een steen op en je vindt mij. Splijt een stuk hout en je vindt mij. Klop en er zal open gedaan worden. Immanuel Kant wist daarvan. Het kan niet anders. Hij kreeg zijn ethiek niet voor elkaar. Oké, nou, dat is pech. Maar de logica was gedekt. Snap je het? God, de frase God bestaat,
is niet, dat is onzin. Dat is net zoiets als de stelling van Pythagoras is groen. Dat is niet zo. De stelling van Pythagoras is een tautologie. En die kan je bewijzen met een groene pen, met een blauwe pen, met een paarse pen. Die kan je bewijzen met zwart papier, paars papier. Maar je moet wel een conflicterende kleur hebben. Dus als je op zwart papier gaat schrijven met een zwarte pen, kan jij de stelling van Pythagoras niet bewijzen. Ik ben ook maar een mens. En ik ben gezegend, vind ik zelf. Want mijn kennis heb ik niet van mijzelf. Die heb ik allemaal gekregen. En ik hoop dat ik die kennis goed aan jullie overbreng. En dat je, als je een Bijbel leest, wat je niet wil is dat de hond binnenkomt van de uitwandeling of zo, de uitlating. En dan woef, 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 woef. En dan bang, bang, bang met pannen in de keuken. En jij maar je Bijbel lezen. Liever heb ik dat je Bijbel leest in eenzaamheid. Dat is de meest zorgvuldige tekst ooit opgeschreven. Ja, goed, laat ik daarmee. Dit is genoeg reclame voor de Bijbel, mag ik aannemen. Ik ga het nog een keer zeggen, maar een nieuwe King James Bijbel. En je kan toch wel een beetje fucking Engels. En anders heb je translate.google nog. Of je pakt je Nederlands Bijbelgenootschap Bijbel erbij. Want Jurk Liesman, mijn vriend in de Heere, heeft gezegd dat er weinig conflicten zijn tussen de NBG-vertaling en de Koning Jacobus-vertaling. Die in dat gibberish Shakespeareanus is. 1611. Dit was dus even reclame. Ik ga hem afmaken. Want nu ik afgedaald ben bij Immanuel Kant. Een Duitser in Koningsberg. Die dat schisma in de filosofie gerepareerd heeft. Door te zeggen, de wet van oorzaak en gevolg kan niet bewezen worden. Dus dat David Hume een beetje loopt te eikelen over, ja, het is maar een gedrag, een habit, van it's a habit of the billiard balls to behave that way. En dat kan zijn, nee, lul, jij denkt conform de wet van oorzaak en gevolg. Zo denk jij. Maar voor de rest moet je je bek houden. En dus is er een oorzaak van alles. En dat noemen wij Ding an sich. Oftewel, wat in de Bijbel staat. God. God of God. Ik als Nederlander kan alle G's. God kan ik ook. God. God. De Heer God. Dat is de oorzaak van het universum. Maar daarmee bedoel ik het enige wat er is. Dus er is één ding dat er is. Dat heet het universum. Een naam daarvan. En je hebt de oorzaak van het universum. En dat is DAS. Das. Zegt Heer Immanuel Kant. Kan niet anders. En die laatste, die bestaat niet. Over die laatste, over het oorzaak van het universum, heb jij niks te zeggen. En je kan wel beweren, van ja, ik heb een paarse hoed,
en een scarlet en purple. Dat is rood en paars. Maar scarlet is niet red. Het is donker, blauw, rood en paars. Ik ben heel rijk en ik heb heel veel stenen gestapeld. En ik heb al die vrijmetselaars voor mij laten metselen. Dus die vrijmetselaars denken dan dat ze vrij aan het metselen zijn. Maar ik betaal die vrijmetselende. En ik laat ze metselen wat ik wil gemetseld hebben. Ik denk niet, en ik zeg ook niet, dat Immanuel Kant dat scheme, zo, dat plan in de gaten had. Ik denk dat hij gewoon lekker met zijn tengels van de wijven afbleef. Dat is het eerste wat je moet doen als man. Laat die vrouwen maar naar jou komen. En niet andersom. Dat wordt helemaal niks. Nou, waar Kant fout op ging, was zijn ethiek. Hij had dus dat synthetisch a priori gevonden. De wet van oorzaak en gevolg. En waarom moeten we dan ethisch zijn? Het ging allemaal om de wet van Confucius. Wat gij niet wil, dat u geschiedt. Doe dat ook, een ander niet. En bewijs die maar eens. Hè. Mijn phone gaat af voor niets, want dat wist ik al. Bewijs dat maar eens. En Kant kwam daar niet uit. In Kritiek der Oertuigskracht geeft hij duidelijk aan van ja, er zijn moorddadige mensen en er zijn vriendelijke mensen. En hij kon alleen maar opschrijven, het was zijn hoogtepunt, zijn epitoon, zijn beste uitspraak, die was... Als ik kijk naar de sterren, dan lag hij dus 's nachts, was hij nog wakker, en hij lag in het weiland. En hij keek naar de sterren, dat hij zei, als ik naar de sterren kijk, dan voel ik de morele wet binnen in mij. Dat is niet zijn allerbeste uitspraak. Wel een begin. Immanuel Kant had ontzettend veel, hoe moet je dat zeggen, op zijn Nederlands, dan moet je op je Nederlands naar een woord zoeken, schande over mij. Ontzag is het woord. Ontzettend veel ontzag voor de schoonheid die hij om zich heen zag. Hij kon het alleen niet logisch onderbouwen. Niet met dat synthetisch a priori. Dus, even voor jullie, pak even een pen en papier. Of heb je een computer aanstaan met Word, Pad of zo. Open Office of Microsoft Word. Schrijf het even op. Van Kant. Kan je de kritiek der reine vernoemd, dat kan ik jullie niet aandoen. Het voorwoord wel. Bij de tweede editie. Is 16 pagina's. Wat ik je ook ten strengste adviseer, is om de prolegomena van hem te lezen. Alles bij elkaar, 80 pagina's, 100 pagina's. Dus dan praat je over 3 maanden of zo. Doe dat. Elke pagina die je leest van Immanuel Kant
zal jou meer respect opleveren voor de Bijbel. Der Bibel. Dat is wat ik zeg. En daarna mag je, ja, als je het leuk vindt, kritiek der oertaalskracht. Maar dat is een gefaalde missie. In de volgende uitzending ga ik een samenvatting maken van die vier mensen. Het waren niet bijbelgelovende christenen. En ja, Immanuel Kant heeft het aan de stok gekregen met de katholieke kuddekerk op basis van een werk waarvan ik zeg, dat klopt gewoon. Want dat staat in de Bijbel. Snap je de spanning? Want christenen, echt bijbelgelovende christenen, die doen niet aan profane wijsheden. Toch heeft Kant hem helemaal goed te pakken. Hartstikke bedankt dat jullie hiernaar geluisterd hebben. Om mijn verdriet misschien wel over de achtergehouden kennis. Een aantal dingen worden ons gewoonweg niet verteld. En onze kinderen die krijgen onzin opgelepeld. Zo rijmt het op zijn Nederlands. En in alle vrolijkheid zeg ik op zijn hamburgers. Tjus. En dag, liefers.